Welkom bij een hele nieuwe video, lieve mensen. We zijn terug op Content 2 en ik heb superveel wat ik wil laten zien, wil bouwen en gewoon met jullie wil delen. Zo komt bijvoorbeeld mijn aardsvijand een hapje eten. Geven we deze panda een naam? Heeft Rizio mij een brief teruggeschreven? Bouw ik 3 farms zodat ik mijn menukaart uit kan breiden met een toetje? Heb ik een kantoor gekregen en verbouw ik het hoofdkwartier van Walnut? Nou, als dat geen feestje is, dan weet ik het ook niet meer. Dus we gaan snel aan de slag en ik vind het superleuk dat je kijkt. Laten we maar met de kleine dingetjes beginnen, want dan kunnen we daarna aan de slag met operatie toetje. En we kunnen dan ook het hoofdkwartier van Walnut gaan verbouwen. Verbeteren bedoel ik natuurlijk. En ik heb hier een panda zonder naam en jullie hadden allemaal fantastische namen bedacht in de reacties. En ik heb heel lang getwijfeld over welke het nu moest worden, maar uiteindelijk is het... Pieter Jan geworden. En hij lijkt wel blij met zijn naam. Ja. Heel erg bedankt voor alle suggesties. En er is op het moment iets merkwaardigs aan de hand met de bordjes. Alle tekst is verdwenen. Er is iets aan de hand met een update, geloof ik. Maar vorige aflevering had ik een machine achtergelaten bij Just Out. En als het goed is, heeft hij hier alle spulletjes van de machine netjes teruggebracht. Dat was dan weer voor operatie Moppenboek. En op deze bordjes stond zoiets als... Hier zijn je spullen terug, want dat is goed voor het milieu. En daar heeft hij natuurlijk ook helemaal gelijk in. En dan hebben we ook nog dit. Postduif Martin... Maar dan de dode variant. Ik weet niet wat Rizio met die postduif heeft gedaan, maar die heeft nu dus het loodje gelegd. Rust zacht, postduif Martin. Maar ondanks deze vreselijke moord is Rizio toch nog best een lieverd. Hij heeft namelijk een prachtig cadeau voor mij achtergelaten. Allemaal verschillende spawners. En ik denk dat ik daar volgende aflevering iets voor ga doen... zodat ik oneindig veel experience kan regelen voor mijn alliantie. En verder heeft hij ook nog een boekje achtergelaten. Het heet Beste Meneer KB en ik hoop dat hij iets korter is dan de vorige. Beste Meneer KB, leuk dat je via de postduif mij een berichtje terug hebt gestuurd. Ik heb wel veel datums openstaan en ik hoop dat jij dat ook hebt. Daarom vraag ik aan jou of jij een datum kan verzinnen zodat ik... minder moeite hoeft te doen. Ik hou heel erg veel van je kookkunsten, want het is echt heel erg lekker. De bietensoep is echt heel erg goed gedaan. Ik ben er erg tevreden mee. Met vriendelijke groet, Rizio. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk om te horen. En ik ga Rizio binnenkort ook uitnodigen om dan even te komen eten. Alleen, ik weet nu niet hoe ik contact met hem op moet nemen, want... ja, Martin is er niet meer, dus daar moet ik even over nadenken. En ik heb alles bij elkaar nu, dus best wel veel spanners. 8 spiderspanners en 5 kouspanners. Dus daar kunnen we volgende aflevering denk ik wel wat leuks mee doen. En ik ben ook bezig geweest met het inrichten van mijn persoonlijke bibliotheek. En Rizio's boekje moet hier natuurlijk bij komen. En zoals je kunt zien is het behoorlijk wat post. Ik heb hier precies nog 1 plekje. En hier ook nog meer. En ik begreep dat er ook alweer nieuwe brieven in mijn brievenbus zitten. Oh ja, ik heb hier alweer 2 nieuwe brieven. Oeh, en een hele nieuwe shulkerbox. Omdat meneer KB een goede YouTuber is. Met nog een brief. Nou, ik weet niet wie dit heeft achtergelaten, maar super bedankt. En ik ga deze brieven na de opnames even rustig lezen. En als je je misschien afvroeg wat al deze shulkerboxen hier doen. In deze shulkerboxen zitten alle spullen die ik nodig heb voor de projecten van vandaag. Oh, en als je afvraagt waar mijn honden zijn. Tijdens een van mijn discofeestjes probeerden mensen de honden naar buiten te duwen. Dus ik heb ze voor nu even in mijn slaapkamer. En er zitten er ook 2 in mijn kantoor. Dan zijn ze voor nu veilig totdat ik een betere plek voor ze heb. Ze verdienen natuurlijk wel een heel mooi hondenhok. Er liep hier trouwens eerst nog een panda, maar die ben ik kwijt. Dus als iemand mijn andere panda heeft gezien, dan hoor ik het graag. Je mag hem dan op zich best houden. Ik heb genoeg beesten hier zo, als je maar goed voor de zorgt. Rick Force, mijn grootste aardsvijand, komt straks langs om te praten over de oorlog. En nu ben ik natuurlijk chef en wil ik een 3-gangen menu voor hem klaarmaken. Ik heb al een soepje als voorgerecht en gebakken aardappels als hoofdgerecht. En ik kan hem ook best wat blauwe koffie geven. Maar ik heb nog geen toetje. En ik had dat vorige aflevering gevraagd aan jullie. En er kwamen weer fantastische suggesties. Maar de meeste mensen zeiden toch wel pumpkin pie. Dus dat ga ik deze aflevering regelen. En er waren ook best wat mensen die mushroom stew zeiden in de reacties. En dat vind ik ook wel interessant, maar dat is iets voor de toekomst. En ik heb dus al een heel plan voor die pumpkin pies. Beter bekend als operatie toetje. Want deze 4 witte shulkerboxen zitten vol met spullen die ik nodig heb om de farms te bouwen. En achter dit deurtje zit een mijn. En ik heb hier samen met Eikje, beter bekend als Frans Bouwer, al een heel gat uitgegraven. En in dit gat ga ik een pumpkin farm maken, een sugarcane farm en een plek waar kippen hun eieren kunnen achterlaten. Kort gezegd, hoor, dit is gewoon een toetjesfabriek. En verder heb ik ook nog spullen om van deze vloer een dansvloer te maken met bewegende lampen. Want als ik niet aan het opnemen ben, dan geef ik hier regelmatig feestjes. En ik heb dan ook... Even aan de kant, Pieter Jan. Maar Pieter Jan gaat niet aan de kant, maar ik heb hier dus al een behoorlijke verzameling aan music discs. En omdat het gat uitgegraven is en de spullen al verzameld, kunnen we gewoon meteen aan de slag. Let's go!
Hallo? Hey, welkom! Hey. Grootste aardsvijand van me. Kom lekker binnen. Nou, de keuken is deze kant op. Oké. Neem lekker plaats, Ik heb, zelf kiezen? Nee, ja, hier. Doe maar, dan gaan we hier. Ja. Deze? Oké. Ja, ja. Ik heb het helemaal speciaal gedekt. Ik heb een, past voor mij niet op het scherm. Ik heb een extra speciale bietensoep gemaakt. Overheerlijke bietensoep. Soepie extra plus plus. Rick Fors, jij bent hier natuurlijk niet zomaar. Nee, dat klopt, dat klopt. Ik heb een hele waslijst aan dingen gemaakt waar ik opheldering over moet hebben. Oké, ja. Ja, en ik dacht dat kunnen we het beste natuurlijk doen onder het genot van een drie gangen menu. Dus ik heb hier het voorgerechtje al. Wil je daar ook wat te drinken bij? Oh, lekker. Ja, dat zou ik wel lekker vinden, ja. Ja, dat heb ik natuurlijk ook. Ik ben ontzettend goed voorbereid. Matsie. Hartstikke netjes. Ik drink eigenlijk geen koffie. Heb je ook wat anders? Goed, laten we beginnen bij het begin. Ja. Er was ineens, ik weet niet precies hoe dat is gegaan, maar er was een oorlog. Ja, dat hoorde ik zo. Dat klopt, ja. Toen ging ik in mijn kelder aan de slag. Ik moest natuurlijk een keldertje bouwen. Ineens Mount Rigmor. Ja, dat klopt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat kan. Kijk, ik zag dat jij bezig was hier met een prachtige ondergrondse basis. Ja. En ik dacht van, dit kan wel een beetje een beetje opfleuring gebruiken. Want het was gewoon heel leeg, het was allemaal steen. Wat is er natuurlijk mooier dan een echt geschiedenispunt? Je hebt natuurlijk de Mount Rushmore. Ja, dat zijn allemaal presidenten en zo, dat is natuurlijk niks. Je wil natuurlijk wel een echte persoonlijkheid, echt bekende persoonlijkheid op je muur hebben. Dus ja, wie moet je er anders op doen dan Rick Fors? Gewoon als welkomstcadeau. En ik had hem dan toevallig even daar neergezet, omdat hij daar mooi paste. Maar ik denk, daar heeft hij vast later nog wel een prachtige plek voor in zijn basis. Dus waar heb je hem staan? Slecht nieuws. Niet Mount Rigmore. Ik heb er zoveel moeite in gedaan. Goed, nee, maar dan is dat wel opgehelderd. Ja, want, zeker. Want eigenlijk was Mount Rigmore de aanleiding dat ik me aansloot bij Walnoot. En dat jij mijn grootste aardvijand bent geworden. Maar eigenlijk was dat dus een cadeau. Ja, ik snapte dat dus nooit. Want ik kreeg toen in één keer een douche. Daar was ik ook heel blij mee. Want die had ik gewoon niet. En er stond bij voor mijn grootste aardsvijand. Maar ik snap het niet helemaal. Ik dacht, misschien een soort koosnaampje of zo. Ik denk, prima. Ik denk dat het allemaal heel ingewikkeld is geworden. Ja, dat denk ik dus ook. Want ook hier, ik zag al die aardappels. Ik denk, ja, wat moet je met aardappels? Ik denk, bieten, dat is wat je wil. Dan krijg je dus deze overheerlijke bietensoepjes van. Ja, nou, daarover ik ga gesproken. Eten ondertussen. Oh ja, smakelijk. Ja, dankjewel. Daarover gesproken. Ik was oprecht heel blij met die bieten. Ja. Maar toen dacht je ook, ik verbouw meteen zijn drone. Ja, dat vond ik gewoon leuk. Dat was een beetje puur zelfgenot. En dan was er misschien wel nog iets wat je gewoon leuk vond. Ik had dat boekje er nog even bij gepakt. Ik denk, mijn aardsvijand komt langs. Laat ik me goed voorbereiden. Ja, zeker. En je begon het boekje met mevrouw KB. Beste mevrouw KB staat er. Ja, dat is een spelfout geweest. De autocorrectie. Oh! Ja. Is dat het? Oké, nee, maar dan is dat ook weer helder. Weer helder. Trouwens, tijd voor het hoofdgerecht lijkt me. Ja, heerlijk. Gebakken aardappeltje. Nou, ik pak hem er gelijk weer uit, hè. Hey, maar na dat bietencadeau was ik onwijs in de war. Ik dacht, hoe kan het dat mijn aardsvijand me zo'n prachtig cadeau geeft? Ja. Dus ik twijfelde zelfs aan mijn eigen alliantie. En ik dacht, ik moet me misschien maar bij Rick Fors aansluiten. Oh. Dat dacht ik heel even. Er was een kleine twijfel. En toen kreeg ik een kantoor. Dus helaas, tenzij je natuurlijk iets veel beters te bieden hebt. Ja, maar dat heb ik dus. Oké. Ik moet heel even wat pakken. Ik heb het wel bij me, maar ik moet het even gereed maken. Oh. Wil ik je alvast even mededelen. Ja? Iedereen die bij mij in de alliantie komt, die krijgt dit. Naast allemaal andere leuke dingetjes. Maar dit is wel echt het hoogtepunt van de alliantie. Oké. Maak me wel nieuwsgierig. Ja, nee, dat snap ik. Ik ga het even pakken. Ik kom eraan, hoor. We zijn nog niet klaar met eten, hè? Ik leg hem even terug op het bord. Ik kom er zo aan. Oké. Ik beetje gek dat je nu gewoon van tafel gaat, maar ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Ja? Oké. Oeh! Ja. Wat krijgen we nou? Een oorlogshelm. Dit is wel een hele gekke helm. En omdat jij het bent, je mag die van mij zelfs wel even passen om te kijken of die goed zit. Ja, graag. Ja. Oh. Dit is mooi.
Nee, je moet wel, Rick, waar ben je? Ja, je moet, ja, waar ben je? Ja, we sluiten even iets... voor jou moet iets open geslepen. Ja, hé. Hey. Ja. Ja, als ik zo kijk, zie ik je net. Oké. Okay. Ja, is wel, als ik me aansluit natuurlijk. Ja, als je, nu, ja, nee, natuurlijk. Ik moet nu een soort van gaan kiezen tussen een kantoor en een helm. Inderdaad, maar dat lijkt me dat het geen lastige keuze is. Maar er komen allemaal nog veel meer dingen aan, hoor. Ik wil in mijn kasteel een grote vergaderzaal maken. Okay, waar iedereen zijn eigen stoel krijgt. Ook nog iedereen gewoon zijn eigen aparte ruimte waar ze gewoon even kunnen terugtrekken. Voorbereiden op de strijd. Je krijgt bij mij schiettraining, je krijgt alles. Ik ga schietbanen maken. Echt het... Het klinkt wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Het klinkt heel indrukwekkend. Je hebt mijn basis niet meer gezien sinds de douche, denk ik, of wel? Nee. Maar die douche staat er wel nog steeds, toch? Nou ja, ik wil niet lullig doen, maar het ruikt hier ook al weer een beetje anders, dus... Ja, volgens mij komt dat omdat je je oven nog aan hebt staan, denk ik. Oh, daarover gesproken, het toetje. Het toetje, het ja. Het toetje. Daar komt hij. Dit is een beetje een experiment. Ik moet dit eigenlijk een klein beetje inleiden. Ja, het is een beetje ja, een experiment, okay. Want het is nog heel erg nieuw. Ja. Dus ik hoop wel dat het smaakt. Maar vergeef me als het een beetje een vreemde nasmaak heeft. Een experimenteel taartje. Gloednieuw recept dit. Ja, het ziet er wel goed uit. Ik zit wel een beetje vol. Dus vind je het goed als ik hem bewaar? Neem je mee. Ja, mag dat? Of wil je dat ik hem het liefst hierop eet? Want dan moet ik even een workout gaan doen. Nou, nee, dat is goed. Maar ik heb ook nog een ander afscheidscadeau. Ja, oh. Er komt er eens iemand binnen, joh. Wie is dat? Iemand gaat... Er komt gewoon iemand binnen, zonder te kloppen. Oh, behalve een douche had ik je natuurlijk ook een wc-cadeau gedaan. Dat klopt, ja. Ik hoop dat die er nog wel staat. Ja. Oké, nou, ik kan me zo voorstellen dat het toiletpapier ondertussen op is. Ja, klopt. Ja, dus, die is op. Speciaal voor jou heb ik nog een nieuw rolletje toiletpapier. Ah, super. Als afscheid. Kan je weer even tegenaan. Als afscheid. Oké. Fijne dag nog. En je weet het. Choose the right side. Choose my side. Het wordt ineens helemaal Engels. Helemaal goed. Oké. Doei, hè. Yeah. Joehoe. Was gezellig. Hoi. Ik heb net een beetje gedaan alsof ik Rick best oké vind. Maar ik zal je straks even laten zien dat het helemaal niet oké is tussen ons. Dacht, als ik nou een beetje vriendelijk tegen hem doe... dan kan ik misschien wel wat geheime informatie lospeuteren. Ik bedoel, zo'n chef als ik, die lijkt toch hartstikke betrouwbaar. En Rick probeerde me nog te verleiden met zo'n lelijke helm. Maar die hoef ik helemaal niet. Want ik heb van mijn alliantiegenoot gewoon een walnuthelm gekregen. En dat is niet alleen een betere helm. Hij staat me ook nog eens een stuk beter. Maar goed, ik heb dus een toetjesfabriek gemaakt. En ik zal je even laten zien hoe het geworden is. Voor mijn nieuwe overheerlijke recept hebben we pompoenen nodig. Dus ik heb niet één, maar twee pumpkin farms gemaakt. En zoals je kunt zien komen er ook al pompoenen binnen. Verder heb ik hier voor de suiker die erin moet ook een sugarcane farmpje. Die is ook al lekker bezig. En hier heb ik dan een kippenhok. Alleen die kippen die gaan allemaal in elkaar op deze server. Dus het ziet er een beetje zielig uit voor deze kip. Maar we hebben wel al wat eitjes. En ik heb de muren opgeknapt en het plafond. Een hele experimentele lamp gegeven. Alleen de vloer ontbreekt nog, maar dat heeft een reden. Want ik wil verder de grond in, zodat ik meer farms kan bouwen en rare machines. En als we nu dan wat pompoenen pakken en wat sugarcane, waar we suiker van maken. En een paar eitjes erbij. Dan maken we zo pompoentaart. En misschien is dit wel een prachtig moment om op de like-knop te drukken. Omdat je ook van pompoentaartjes houdt. Omdat je de farms wel cool vindt. Mijn taartfabriek wel leuk vindt. Of gewoon omdat je daar je zin hebt. Hoe dan ook. Heel erg bedankt. En in de opslagkelder heb ik de vloer aangepast. We hebben nu een vloer van bewegende lampen. En hier kan ik dus discofeestjes geven. Samen met Pieter Jan de Panda. Want als ik hier de hendel overhaal, dan beginnen de lampen te branden. En als ik dan een cd'tje pak en die in mijn jukebox stop. En Pieter Jan staat wel de hele tijd een beetje in de weg. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Laten we dan nu naar Walnuts hoofdkwartier gaan. Wat ook een stukje van mij is geworden. Want ik heb gewoon een kantoor gekregen daar. Potjes zijn helaas nog steeds kapot, maar het is echt mijn kantoor. En als je precies wilt weten hoe dit allemaal gegaan is, kijk dan de video van Justin of van Walnut. Want er zijn al twee video's over gemaakt en ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. En omdat er al twee video's zijn, volgt hier een korte samenvatting. Ik werd samen met Justin uitgenodigd bij de opperbevelhebber Walnut. We werden opgehaald door een butler en we hadden ineens een sollicitatiegesprek. Dat was wel gek. Gelukkig werd ik aangenomen omdat ik een taart had gebakken. Aangenomen. En toen kreeg ik dit kantoor. We bouwden met Justin nog snel een brug en eigenlijk deed ik dat in mijn eentje.
En ik kreeg ook meteen opslag, dus ik ben nu Chef Kok Plus. Daarom staat dat plusje op mijn borst. En er werd ook vriendelijk verzocht om wat zaakjes hier te verbeteren. En al die zaken staan hier in het boekje. Ik moet antennes op het dak zetten. Balkonnetjes bouwen bij elk kantoor. Postdrones ophangen, zodat we elkaar post kunnen sturen via drones. Ik moet een koffiezetapparaat maken, de vloer herstellen. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. En een uitje organiseren. En dat kunnen we natuurlijk allemaal niet in één keer doen. Maar ik heb wel al een plan voor de antennes, de drones en de balkonnetjes. Dus daar gaan we zo meteen gewoon mee aan de slag. Justin heeft hier al een pingpongtafel gebouwd. En Walnut heeft de hele bovenverdieping ingericht. Dus ik kan ook echt niet achterblijven. Maar ik zal je eerst even laten zien waarom Rick ook echt een slechterik is. Snap je hem? Die verschrikkelijke Rick heeft namelijk ons hoofdkwartier geprankt door hier een gat te maken die openging als de barrel geopend werd en dan daar beneden als een hoofd neer te zetten. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, hij had er een boekje bij geschreven waarbij hij mij probeerde erin te luizen. Ik wil wel dat je dit nog even oplost, Monique, bij dit. Dit is jouw gat, jij hebt dit gemaakt. Ja, ik ook dat je het wel even op moet lossen. Ja, het staat in de brief, zwart op wit. Alsof ik in ons hoofdkwartier een gat zou graven en vervolgens Rick's hoofd overal op zou plakken. En weet je, eigenlijk vind ik dat we een volgende aflevering even goed aan moeten pakken. En heb je een goed idee, laat dat dan vooral weten. Het moet echt een goede prank zijn, dus deel je allerbeste ideeën. Misschien kunnen we wel iets doen met een drone, want dat vond hij wel cool, zei hij tijdens ons etentje. En dan is het nu volgens mij de hoogste tijd om ons hoofdkwartier te upgraden. 3 balkonnetjes, 6 antennes, 3 drones en er moet natuurlijk ook een oven en een barbecue komen voor de chefkok. Let's go! Aflevering probeer ik interessante dingen te bouwen, dus als je dat leuk vindt, abonneer dan even. Dan mis je de volgende video niet. En helemaal niet als je ook nog op het belletje drukt. Dankjewel. En zo hebben alle kantoortjes nu ook een balkonnetje en een postdrone met een gezichtje. En ook nog antennes. Ik weet niet of we die kunnen zien. Ja, en ik heb ook nog een beetje rook, want ik heb hier binnen een oven neergezet. Ik ben natuurlijk chef, dan heb ik wel gewoon een oven nodig. Dus ik heb bij mezelf ook nog een schoorsteen neergezet. En hier heb ik dan mijn barbecue. En daar is het balkonnetje van Justin, inclusief postdrone. Alleen zijn balkon lijkt heel erg op die van mij, dus dat ga ik niet ook nog laten zien. En het kantoor van Walnut is ook uitgebreid met een balkon. Die is iets anders, die loopt helemaal rondom. En hij heeft ook een postdrone. En ik dacht, ik geef ze een gezichtje. En als je hier dus een briefje in doet, en ik heb even een testbriefje gemaakt. Dit is een testbrief, goed, een KB. Doe ik die erin, dan gaat het lampje aan en dan weet je dat je post hebt. En als je de hendel overhaalt, dan komt het briefje naar buiten. En dan gaat hij helemaal flapperen. Nou ja. En die drones heb ik niet alleen hier opgehangen, maar ook bij het vakantiepark van Justin en bij het balkon van mijn eigen huis. We hebben een kantoor met een balkonnetje. We hebben postdrones. We hebben een taartenfabriek voor oneindig veel taarten. En we zijn dus helemaal klaar om die vreselijke Rick aan te pakken. Volgende aflevering gaan we vol in de aanval. Dus vergeet vooral niet je beste ideeën te delen. Je kunt nu bijvoorbeeld deze video kijken. Hier zie je hoe ik zonder dat ik het weet een dierenopvang begin. En dan zie ik je gewoon bij de volgende.